Yo, kijkers van Shine Sprites, het is tijd voor een nieuwe pack opening en vandaag hebben we een hele doos aan. Kijk of ik het een beetje kan laten zien. Een hele doos aan Chilling Rain. Oké, het is dit dichterop, dus ik kan het niet goed laten zien. Oh, ik kan het zo laten zien. Een hele doos aan Chilling Rain die wij gaan openen. En ik heb eigenlijk expres niet echt naar de set gekeken, dus ik weet wel een beetje wat erin zit, omdat je natuurlijk de plaatjes al ziet. Dus Glissier zit erin en de Galarian. Vogels, zeg maar. Ik zie op dit moment nog geen chatters. Dat kan goed zijn dat die er ook gewoon niet zijn. Of hij werkt niet helemaal, want het zat, was net ook al een beetje aan het kutten. Maar we zijn in ieder geval live, dus als het goed is kunnen mensen me zien. De video die online komt is, als het goed is, een ongeknipte video. Dus dan weten jullie dat. Ik ga maar gewoon beginnen en dan gaan we vanzelf zien of er nog mensen meekomen kijken. Zo, laten we met pakketje 1 beginnen met een hele mooie Galarian Moltres drop. Dat is toch wel een mooie art. Dus laten we daarmee gaan beginnen. Ik moet nog weer heel eventjes mijn weg vinden in hoe ik dat het beste voor mijn handen kan doen, zeg maar. En bijvoorbeeld het openen van die pakketjes, want dat is ook altijd echt een feest. En ik hoop dat het straks wat soepeler gaat, maar we beginnen gewoon met de eerste. Kijk. Het eerste pakketje met de codecard die ik natuurlijk bewaar. En dan doe ik 1, 2, 3, 4 naar voren. En dan beginnen we met het eerste pakketje waar een Lightning Energy in zit. Ik moet heel eventjes kijken, want ik vind dat ik iets. Hij mag iets verder af, maar dat is niet makkelijk om te doen, denk ik. Dus we doen het gewoon zo. We hebben een gewone energy. Die kan ik mooi hier neerleggen. Een Twacky. Een Fog Crystal. Een Hatrum. Een Cupfoo. Wojo, nog een Hatrum. Alleen een andere. Oh nee, het is een Hatina. Oké. Ik dacht al, een andere art Hatrum. Maar dit is een Hatina. Een Sobble. Een Bounceweed. Een Furfru. Een Reverse Holo Doctor. En onze eerste rare. Oeh, is een Cresselia. Nice, nice. Een Holographic Cresselia. Dat is wel een hele mooie beginkaart. Die gaan we er eens even in doen. Een Holographic Cresselia. Dat is een. Oeh! Oké, dat ging dus al fout. Dat is een mooie kaart om mee te beginnen, wou ik eigenlijk zeggen. En dat is ook zeker zo. Maar het gaat nog allemaal niet echt heel erg soepel. Zo, draadje even uit het scherm. Dan hoop ik dat hij nu wat minder lastig gaat doen en dat hij gewoon blijft staan, zeg maar. Dat zou heel fijn zijn. Zo, die leggen we daar neer. En dan gaan we door naar pakketje 2. En die gaan we gewoon weer even openen. Ik kan de chat heel eventjes testen door dit te doen. Chat doet het gewoon. Dat is mooi. Zo, met de codecard. 1, 2, 3, 4. Zo. En dan hebben we natuurlijk de Energy. De Steenie. De Rucked Helmet. Crushing Gloves. Furfru. Rapid Stride Diglett. Larvesta. Inkay. Een in de sneeuw spelende Rockruff Single Strike. Een Reverse Holo Ladybug. En een Galarian Moltres V. Dit is wel een epische kaart hoor. Holy shit. Komt u een beetje scherps wel? Hey, er gebeurt iets, maar ik kan het niet zien. Dat is natuurlijk niet handig. Maar dat kan ik wel op een andere manier zien. Even kijken.
Ik zie helemaal geen chat. Klopt dat dan, dat ik helemaal geen chat zie? Dat vind ik wel bijzonder. Als er dan wel iemand in de chat is, maar hoe heet het? Ik kan dat niet lezen. Dan moet je misschien maar even op Discord een berichtje sturen, want dat is wel raar. Oké. Helemaal goed. Een Galarian Moltres. Dat is gewoon een vette kaart. Een hele vette kaart zelfs, om mee te beginnen. Zo. Dan gaan we naar een pakketje 3. Met een Glacier erop. Het is altijd leuk om die pakketjes te moeten openen en dat het dan niet gaat. Zo. Wow, die zag er anders uit. Wow. 2, 3, 4. Zo. Ik heb hier een Fire Energy Card. Kom op, stel scherp. Ja, Echoing Horn. Een Single Strike Scroll of Piercing. Avery. Oh, fuck. Hatena. Een Rockruff Single Strike. Ship it. Cast form. Snowy form. Ghastly. Het gaat niet heel erg goed met het geheim houden welke kaart eronder zit. Maar Passimian, Reverse Holo en een regular rare Walrein. Was eigenlijk de eerste zonder hit. Dan gaan we naar het volgende pakketje. De. Wat is dit? Oh, dit is die andere Glacier die erop staat. Zo, oh. Zo. Yo. Daar hebben we Jordi in de chat. We gaan natuurlijk de code card weer heel eventjes weghalen. Draaien we hem heel even om. 1, 2, 3, 4. Krijg Milan een shiny, maar ik ben helemaal niet bezig met een shiny. We hebben een Psychic Energy. Path of the Peak. Een Hethrum. Een Laren. Ghastly, Kupfu, Hatena, een Rapid Strike, Sobble die heel erg zielig kijkt, Bounce Sweet, een Reverse Holo Reboot en een Regular Rare Abomasnow. Dan gaan we naar mijn vetste pack art. Dat vind ik deze. Met de Galarian Moltres erop. Zo. Eén, twee, drie, vier. Zo. Een waterenergie. Een Flavi. Een Single Strike Kakuna Matata. Karen's Conviction. A Quillfish. Ralts.
Single Strike Heracross. Een Sunnyform Castform. Een Sfeel. Een Reverse Holo Scorbunny Single Strike. En een Volcarona. Wel, het wel een vette art, maar helaas niet holografisch. Op zijn Nederlands gezegd. Zo. Eén, twee, drie, vier. Dan hebben we hier een Lightning Energy. Als hij ook scherp gaat stellen. Yo, Simon. Nee, dat is het niet, Simon. Waarom zou je dat denken? Nou. Ja, Lightning Energy, Flannery, Crabominable, Single Strike Scroll of Piercing, Scorbunny, Aron, heftige Aron, Snorunt, Venipede, Snover, een Reverse Holo Single Strike Banette en een Abomasnow. Ja, maar dat moet ook. Dat hoort bij de experience voor dat. Openen van die pakketjes is altijd de feest. Zo, kijk. Maar het valt mee. Zo. 1, 2, 3, 4. Daar hebben we de Fighting Energy. Ik heb de vette cards op display staan, zeg maar. Porygon 2. Kakuna Single Strike. Dit is trouwens echt de vette art van Kakuna. Flannery. Snover Single Strike. Galarian Slowpoke. Crabrawler. Snorunt. Weedle Single Strike. En Heracross a Reverse Holo met ook een vette art. En oeh, een Zendaconda Full Art. Holy shit. Een Full Art Zendaconda. Die is wel episch hoor. Holy shit. Die is heel nice. Hele vette kaart. Derde hit van vandaag, maar ik denk misschien, ja, die Galarian Moltres was ook al vet, maar deze Zendaconda is vet. Ik ga natuurlijk alles nog een keer langslopen op het eind. Het glint en dat is goed hoor. Ja, dat is waar, Simon. Behalve bij die Reverse Holos, die zijn niet zo bijzonder. En elk pakketje zit zo'n Reverse Holo en die zijn eigenlijk niet bijzonder. Alleen in de shiny pakketjes, zeg maar, dan zit op de plaats van de Reverse Holo meestal de shiny. 1, 2, 3, 4. Oh, daar ging een deur door de wind klappen. Een vuurenergie. En Celio die niet scherp stelt. Hallo Celio. Ja, daar is die. Celio, Clara, Hunter, Sobble, met die weer heel zielig kijkt, Ladybug, Squovet, Crabrawler, Grookey, Avery Reversed Holo en de rare van dit pakketje. Secret Rare Fan of Waves.
Oh, en hij ziet er net echt nog zoveel vetter uit dan op beeld. Maar dit is een secret rare fan of Waze. Zo'n gouden kaart. Heel erg nice. Ik hoop dat hij hem goed scherp stelt. Dan kan je misschien iets beter zien, maar het is echt een vette kaart. Ja, daar is die. Episch, episch. Oké, dit is een hele vette kaart. In het echt ziet hij er nog zoveel vetter uit. Holy shit. Die gaat zeker op display. Hele vette kaart. Schudden met die fan, echt hè. Volgende pakketje. Hier, hoppatee. $60 op eBay. Wel PSA 10 natuurlijk, maar... Ja, in real life ziet het echt wel heel vet uit. 3, 4. Oh, oké. Okay. Dit is een Psychic Energy. Steenie. Karen's Conviction. Weeding Gloves. Heracross met een hele vette art. Weedle Single Strike. Galarian Farfetch'd. Castform Rainyform. Oh, volgens mij heb ik nu al. Ja, ik heb nu alle Castforms. Nice. Grookey Rackpit Strike. Een Crabominable Reverse Holo. En de rare van het pakketje is een Galarian Sirfetch'd. Maar Sirfetch'd is altijd Galarian, want er bestaan geen andere Galarians. Dus eigenlijk hoort het er helemaal niet bij te staan. Maar ja. Ja, echt een mooie titel. $60 waard. De kaart die ik heb gepoeld. Zo. Eén, twee, drie, vier. Daar hebben we weer zo'n waterige energiekaart. Een Ledian. Een Old Cemetery. Een motor op de achtergrond. Nou, ik denk een scooter trouwens. Imperial Energy, wel een vette kaart. Een Crabrawler. Golett, grappige kaart. Porygon. Grookey Rapid Strike. Mareep. Een Agatha Reverse Holo. En de rare is. Oeh! Oh, Ice Rider Galarax V-Max. Holy shit. Heel nice. Oeh, kan je die ook. Ja, OnlyFansclip, echt hè. Kan je die ook even opzoeken, Simon? Deze is denk ik ook wel nice. Ice Rider Calyrex. V-Max. Nice. Hele vette kaart. Snel in het sleeveje. Hele vette kaart is dit. Jop. Nice. Met je OnlyFans. Zo, 1, 2, 3, 4. Zo. Een Dark Energy. 880. Ah, oké. Celio. Melanie. Rollpete. Scorbunny. Diglett. Diglett, Diglett, Trio, Trio, Trio. Dat moest even. Golett. Dierling.
Is dit wel de snowform, die bruine? Dat is wel raar. Oké, volgens mij niet, toch? Heb je niet zoveel verstand van. Ik heb eigenlijk nooit dierling gebruikt. Sneasel, Rapid Strike. Een Reverse Holo Weezing met best wel een vette art. En de rare van het pakketje. Wauw, ik voel me gescamd. Wat is dit nou weer? Jongen, jongen, jongen. Wat een scam. Je zou maar dat ene pakketje kopen in de winkel. Dan ben je echt. Dan ben je echt salty. Eén, twee, drie, vieren, zo. We hebben natuurlijk weer een vurig energietje. Als de camera dat ook wil. Pionia? Oh, dat is de vrouwke, ja. Fire resistant gloves. Crabonimable. Squovet. Scorbunny. Single strike. Tikli tik. Rapid strike. Golet met zijn vette art. Dierling in de sneeuw lijkt wel bijna hetzelfde als mijn vorige pakje. Een rapid strike. Reverse holo Grookey. En een trio. Wojo, die is ook best wel vet, die kaart. Jammer dat die. Wojo. Oh, dat moet snel bewegen voorstellen. Oké, wel een vette kaart. Jammer dat hij niet hollow is, maar wel een vette kaart. Ik heb dus niet gekeken naar wat er allemaal in deze set zit. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen idee welke epische kaarten je allemaal kunt krijgen. 2, 3, 4... Dus wellicht zit er nog echt een grote verrassing bij. We hebben hier een Fighting Energy. Path to the Peak. Jezus, ik kan niet eens meer normaal uit mijn woorden komen. Ledian. Welcoming Lantern. Een Blitzel. Die is wel grappig dat die zo op een stukje ijs staat. Gasly. Koffing. Delibird. Galarian Farfetch'd, Reverse Holo Twacky en een Aggron. Gewoon normaal rare. Nice. Volgende pakelketje, zo. Het openen wordt ook steeds makkelijker, merk ik al. Twee, drie, vier, zo. Een Psychic Energy. Een Haunter. Doctor. Celio. Farfetch'd. Porygon. Heracross Single Strike. Sobble Rapid Strike. Een Inkay, die hebben we nog niet eerder gezien vandaag. Een Reverse Holo Whirlpeed, hey! En een Slurpuff. Wauw, was dit de rare van het pakketje? Oké, een Slurpuff, rare. De volgende. Nou, we mogen niet klagen, we hebben al een paar vette kaarten. Ja, die Whirlpeed heb je ook, ja. Ik ben de Metagross nog niet tegengekomen. Ja, nou, nog niet zo scam als die twee Weezings achter elkaar. Dat was wel heel heftig. 1, 2, 3, 4. Zo. En een Metal Energy. Een Lucky Energy. Die is wel vet. Wel een mooie kaart.
Galarian Chestplate. Flavi. Ledyba. Porygon. Swirlix, die komt me ook bekend voor. Sneasel. Oh, dat ging niet helemaal goed. Snover. Reverse Holo Tapu Fini. Oké, okay, nice. Ik denk dat dit wel een van de betere Reverse Holo's is. En... wauw, weer die... oh, wel een Holo. Oké, okay, wel een Holo. Maar weer twee achter elkaar. Wat is dit? maar wel een Holo. Dus dit is wel een goede, wel vette kaart. Maar, wauw. Dat had ik net dus ook al met Weezing. Maar die was niet eens Holo. Dat was echt heftig. Maar deze wel. Dus dat scheelt dan weer. Voordeel van de twijfel. Zo. Ja. Twee, drie, vier. Zo. Een water energy. Nou, dat was het. Kom op. Je kan het. Nou, Avery wil niet. Misschien wil Flavi. Ja, Flavi wil wel. Kijk, dat is mooi. Clara. Snover, single strike. Blitzel. Gastly. Koffing. Delibird. Reverse Holo Galarian Farfetch'd en een Serena Rare. Zo, code card. 2, 3, 4 en zo. We beginnen met een Dark Energy. Dan gaan we door met een Drizzile. Die had ik nog helemaal niet, dus dat is wel het. Peony. Caitlyn. Diglett. Diglett, Dig. Larvesta. Inkay. Rockruff in de sneeuw. Gastly. Een Reverse Holo Swirlix. En als rare een Scolipede. En dan zijn we aangekomen bij het 18e pakketje van vandaag. Dat betekent dat na deze we op de helft zijn. En dan laat ik alvast even zien wat we tot nu toe voor mooie kaarten hebben binnengesleept. Zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Dit is een Grass Energy. Tenminste, als je het kan zien. Als hij door het beeld. Hè? Nou, misschien dat hij bij de volgende kaart scherp stelt. Ja, bij de Curlia doet hij wel scherp stellen. Justified Gloves. Weeding Gloves. We zijn wel van de handschoenen vandaag. Gastly. Ledyba. Porygon. Swirlix. Sneasel. Reverse Holo Galarian Chestplate. En we zijn op de helft. En de rare is een Dugtrio. Met de vette art. Helemaal goed. Dan ga ik als halverwege break heel eventjes laten zien wat we tot nu toe hebben.
Het is niet veel, maar het zijn wel een paar vette kaarten. We hebben deze holographic Tapu Fini. Oh. We hebben deze Ice Rider Calyrex VMAX. Hele vette kaart. Natuurlijk de Secret Rare Fan of Waves. Hele vette kaart. We hebben de Full Art Sandaconda V. En Galarian Moltres V. En dat was het allereerste pakketje. Dat was een hele mooie starter. Oh, wacht. En, oh nee, dit was het eerste pakketje. Dit was het tweede pakketje. Dus het eerste pakketje hadden we een Holographic Cresselia. En in het tweede pakketje hadden we de Galarian Moltres. Die is wel echt vet. Dus. Dan gaan we nu beginnen met de tweede helft van de doos. Ja, de common cards zijn meestal wel veel dezelfde. Er zijn wel een aantal die ik denk nog niet heb gehad, maar... Oké. We beginnen de tweede helft met een Lightning Energy. Dan hebben we een Spiral Energy. Peony. Laron. Sneasel. Weedle. Galarian Farfetch'd. Cast Form Rainy Form. Larvesta. Een Reverse Holo Tauros. En de rare is een Gallade. Oeh, die hebben we nog niet. Die is erg vet. Ja, zeker een vette kaart, de Gallade. Zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Dan beginnen we met de Fighting Energy. Een Hetrum. Een Drizzile. Peony. Scorbunny. Shuppet. Kupfu, Blitzel, nog steeds een leuke kaart, Quillfish, die hebben we nog helemaal niet gezien volgens mij vandaag, een Reverse Holo Weeding Gloves en de rare is een, oeh, de Shadow Rider Calyrex. Nu hebben we allebei de Calyrexen. Deze is ook vet, ook een erg vette kaart, Shadow Rider Calyrex V. Hey, Sander is er ook. Ja, erg vette kaart. Erg vette kaart. Ja, hij is erg tof. Nice. Ik ben de Myra. Ik ben trouwens de Metagross nog niet tegengekomen. Dus wellicht dat hij zich ook nog ergens schuilhoudt. Twee, drie, vier, zo. Dan gaan we verder met een Fire Energy, een Old Cemetery, Steenie, Dynatree Hill, Larvesta, Mareep, Heracross Single Strike, Clubopus, Grookey Rapid Strike, een Celio Reverse Holo en de rare is een, oeh, een Cobalion, een Holo Cobalion, nice. Oh, wat gebeurt er? Ik krijg een follow van Renage. Hallo. Zo.
Yo, D-Max. Leuk dat je kijkt, Grenage. Volgende pakje. Zo. 2, 3, 4. Volgende kaartje is een Psychic Energy. Avery. Twacky Rapid Strike. Fog Crystal. Snorunt. Bounsweet. Kupfu. Inkay. Een Tickletick. Oeh, een Reverse Holo Ampharos. Ook een van de betere Reverse Holos, denk ik, om te krijgen. En de Rare is een Ductrio. Dus de derde Ductrio al die we poelen vandaag. I'm not giving the codes. Nope. I'm using the codes myself. Oeh, ik zie een kaart die we nog niet eerder hebben getrokken vandaag. Een Metal Energy, Curlia, Agatha, Flannery. Dit was de kaart die we nog niet eerder hebben getrokken. Dat is de Lapras, Blitzel, Aran, Deerling, Delibird, een Reverse Holo Rugged Helmet en de laatste kaart is een Sebstrika. Nice. Op het moment even niet, Sander, maar ik heb nog een hele stapel aan codes liggen die ik uiteindelijk zelf ga gebruiken. Dus die bewaar ik gewoon allemaal netjes totdat ik weer ga spelen. Er zijn toch 36 codes die je uit zo'n doos krijgt. Dus dat is altijd wel de moeite waard. Zo. En water energy. Karen's Conviction. En I smoke you. I smoke you. Heeft gefollowed. Bedankt voor de follow. Echoing Horn. Single Strike Scroll of Piercing. Alweer een Lapras. Twee keer achter elkaar. We hadden hem eerst nog niet. Nu hebben we hem twee keer achter elkaar. Nice. Deerling. Galarian Slowpoke. Koffing. Galarian Mask, die is wel de eerste keer dat we die poelen vandaag. Een Reverse Holo Grookey en de rare uit dit pakketje is een Serena, een regular rare. Helaas, oh, dat ging niet helemaal goed. Fuck, niks aan de hand, niemand heeft het in de gaten. Zo, het is pas de tweede keer vandaag, niet erg. Zo. Oh. Eén, twee, drie, vier, zo. Een dark energy. Een twacky, heel even iets onder mijn arm vandaan halen, zo. Een Echoing Horn. Sheebolt. Wie is Sheebolt? Herkennen jullie hem van de game? Ik ken hem niet. Hatena. Aran. Ralts. Venipede. Bounsweet. Reverse Holo Inkay. En de rare is een Sebstrika. Even kijken, hoeveel pakketjes hebben we nog te gaan? 8.
Nog 10 pakketjes te gaan. Ik hoop stiekem nog op een Galarian Zapdos kaart. Dat lijkt me wel vet. Iets van een Rainbow Rare of zo, dat zou ook gaaf zijn. Grass Energy. Hatrum. Flavi. Die vette Kakuna kaart weer. Porygon. Grookey. Mareep. Rockruff. Swirlix. En Reversed Holo. Justified Gloves. En een... een holo Hatterene. Nice. Weer eens een holo. Dat was weer al een paar pakketjes geleden. Een holo Hatterene. Nice. Oké. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. Kijk. Hier wil ik nog wel een kaart van. Ik laat straks aan het einde alles nog een keer zien, Sander. Zo. Ik laat aan het einde alle goede kaarten nog zien die ik heb gepakt. We hebben hier een Lightning Energy. Een Old Cemetery, tenminste als je dat zou kunnen zien. Nou, misschien pakt hij de volgende kaart meteen. Nee. Impact Energy, kom op, je kan het, ja. Porygon 2, hey, die hebben we ook nog niet gezien vandaag. Een genitte castvorm, ook nog niet. Lariba. Golem, duurt niet zo lang meer, Sander. Clobopus. Castvorm, snowy form. Een, die is zo schattig, die Rockruff in de sneeuw. Een reverse holo. En de rare is een Passimian met een sobble op zijn schoot. Wat een gezelligheid. Nou, kom op. Ja. Yeah. Zo. Een Metal Energy. Een Curlia. Je weet wel, je moet influencen als je dat maar weet, Sander. Een Folk Crystal. Brawly. Tikletik. Larvesta. Inkay. Weedle. Nog een Larvesta. Dikke scam. Een reverse holo Crabrawler. En een Walrein. Deze kant van de doos is niet zo'n hele goede kant. We hebben volgens mij alleen nog maar twee holo's gepakt aan die kant. Oh nee, en die ene Calyrex. Oh. Die ik nu op de grond gooi. Oh. Gelukkig zit er een mooi cellofaantje omheen. Wie weet staat er nog iets heel goeds op me te wachten. Heeft niemand in de gaten dat ik dat op de grond gooi. Zo. 2, 3, 4. Zo. Een Grass Energy. Een Impact Energy. A Path to the Peak. Drizzile. Quillfish. Sst, Sander. Sst. Ralts. Heracross. Een Castform Sunnyform. Een Spiel. Reverse Holo Kecleon. Oeh, die is wel vet.
Die is al vet. Reverse Holo Cacklion. En... Oeh, Tornadus VMAX. Nice. We hebben weer een goede pool. Nice. Die is wel episch. Vette kaart. Vette kaart. Holy shit. Ik zal hem heel eventjes in... En zijn ding stoppen. Hele vette kaart. Nice. Oh nee, nee. Een VMAX. Geen D-MAX. Maar het lijkt er wel op. Gewoon Gilly heeft zich gefollowed. Leuk dat je er bent. We hebben hier een Fighting Energy. Een Haunter, die je niet zo goed kan zien. Dat is een beetje jammer. Oh, hij is er wel. Yes. Celio. Melanie. Castform. Ledyba. Golett, Clubopus, Castform, Snowyform, Galarian Chestplate, en oeh, een Inteleon Holo. Nice. Een Inteleon Holo. Vette kaart. Nice, die verdient ook weer zo'n ding. Yes, zeker. Oké. Okay. Nog 6 pakketjes te gaan. Yes, 3, 4. Hey, we zijn niet klaar, Sander. Tjonge jonge. Een Vuur Energy. Een Whirlipede. Een Crushing Gloves. Je hebt echt heel veel handschoenen in deze set. Honey. Wacht, ik moet even wat wegleggen. Zo. Galarian Slowpoke. Crabrawler. Snorunt. Weedle. Wajoos, die zag ik helemaal niet, die Heracross hier chillen. Castform. Wajo, Rapid Strike, Urshifu, Reverse Holo. Nice, nice. En een Ampharos. We hebben hier een Psychic Energy, een Welcoming Lantern, Clara, Brawly, Squovet, Sveal, Swirlix, Galarian Mask, Castform, the Sunny Form, een Reverse Holo Dina Tree Hill en als rare. Een Abomasnow, dat is ook al de derde Abomasnow die ik heb. Holy guacamole. Zo. Een Metal Energy, Agatha, een Fog Crystal, Pionia, Scorbunny, Aran, Snorunt, Venipede, Snover, Reverse Holo Twacky, en oeh, Ice Rider Calyrex, maar dit is een andere dan die ik eerst had.
Ice Rider Calyrex V. Nice. Deze hoort bij die ene Shadow Rider, denk ik, die ik heb. En die andere die ik heb, dat is echt een... Oh, misschien wel een full art, denk ik. Die andere is een full art die ik heb. Ik laat ze straks allemaal nog zien. Even kijken. Nou ja, packluck. Als je 36 pakketjes hebt, dan mag er ook wel wat goeds bij zitten, Sander. Zo werkt dat. Een water energy. Wacht, ik deze even opruimen. Dit stapeltje. Een water energy. Een Flavie. Een Path to the Peak. Ledian. Cast form. Rainy form. Snover. Galarian Yamask. Koffing. Shippet. Abomasnow Reverse Holo. Sander is heel lastig. Dan weten jullie dat in ieder geval als jullie dit terugzien op YouTube. En een Keglian. Nice. Nog 2 pakketjes te gaan. Zo. Een Dark Energy. Fire Resistant Gloves. Welcoming Lantern. Een Reboot. Sobble. Lediba. Squovet. Crabrawler. Grookey. Een Gardevoir Reverse Holo. Oh, er zit iets goed achter, heb ik al gezien. Een Gardevoir Reverse Holo. En de goede kaart die erachter zit is... Oeh, Full Art Flannery. Nice. Een van de vetste gymleaders van Hoenn. Een Full Art. Nice. Full Art Flannery. Vette kaart, vette kaart. Zeker. En dan zijn we aangekomen bij het laatste pakketje. Het hele doosje is leeg. Allerlaatste pakketje. Wat zou het zijn? Zou het nog die Galarian Zapdos zijn aan het eind? Zou het nog een Rainbow Rare zijn? We gaan het zien. Het allerlaatste pakketje, daar gaan we. We sluiten af met een Grass Energy. Oh, hij moet wel voor het laatste pakketje, mag hij wel eventjes scherp stellen. Ja. Caitlyn. Een Lucky Energy. Een Galarian Chestplate. Galarian Slowpoke. Weedle. Globopus. Oh. Mareep. Ralts. Reverse Holo Globopus. En de laatste rare van vandaag is... Een Sauceback. Die had ik nog niet, dus dat is wel nice. Oké, nice. Een Sauceback. Als laatste kaart. Nou, dat was het. Ik laat jullie de kaarten niet meer zien. Nee, ik zal ze eventjes laten zien. De vette kaarten die ik heb gepoeld. Speciaal omdat Sander dat graag wil. Dit zijn de kaarten van vandaag. Deze hele vette Full Art Flannery. Een Ice Rider Calyrex. V trouwens. Een Inteleon Holo. Een Tornadus VMAX. Een Shadow Rider Calyrex V. Dit is dan ook zeg maar de normale versie. Want ik heb er ook nog een full art van die Ice Rider als het goed is. Een Galarian Moltres V. Hatterene Holo.
Cobalion, Hollow. Cresselia, Hollow. Een Full Art Sandaconda V. Een Secret Rare Fan of Waves. Secret Rare. En in het echt is deze kaart zoveel vetter. Die Moltres is zeker sick. Ja, zeker. Maar dit is echt de beste kaart die we vandaag hebben gepoeld. En natuurlijk hier is de Ice Rider Calyrex V Max. Die is heel vet. Dus die Secret Rare, die is, dat is echt... Oh, ik ben nog niet klaar. Er zit er nog één achter. Tapu Fini. Ja, Tapu Fini Hollow. Die had ik ook nog. Dus, over het algemeen, best wel een goede set met kaarten binnengekregen vandaag. De volgende die binnen gaat komen, of de volgende die uit gaat komen, is volgens mij met allemaal Evolutions. Dus die is eventueel wel interessant om te gaan halen en ook te gaan unpacken. Dus met allemaal Evolutions, dan krijg je gewoon hele vette kaarten. Dus ja, als je dat leuk vindt, ik hoop dat jullie de volgende keer dan weer zijn met kijken. Mocht je nou nieuw zijn vandaag bij het kijken van de stream, normaal speel ik gewoon games, zeg maar. Over het algemeen Pokémon, maar er zitten ook wel eens andere games tussen. Mario gerelateerde games meestal. In ieder geval Nintendo. Dus dan mogen jullie zeker heel eventjes volgen als jullie dat nog niet hebben gedaan. En dan heb ik eventueel ook voor degenen die geïnteresseerd zijn een YouTube kanaal waar ik series mee op upload. Met Sander bijvoorbeeld, die de hele tijd lastig was in de chat, weet je wel, die jongen. En natuurlijk een Discord waar je kan joinen als je dat graag wil. Ik heb nog maar één ding te zeggen en dat is adios amigos.